Hadouir had bijvoorbeeld wel in mijn tijd bij PSV gespeeld. Als jouw hart nog ligt in Marokko. Boussoufa, die zijn ouders gingen daar naartoe. Die gingen naar hun opa en oma toe. Ja, daar gingen ze met eten. Daar bleven ze. Hij kwam daar nog vaak. Nou, dan zou ik nooit voor Nederland kiezen. Ja, waar zit dat hem dan? Wat ik zei aan het begin over Ziyech, is hij neemt alles. Dus hij neemt corners, hij neemt vrije trappen, hij neemt strafschoppen. Dus hij is veel dwingender als Maher. Maar die gasten gaan gewoon puur voor het geld bijvoorbeeld. Dat is een keuze die je maakt. Asaidi is puur voor het geld gegaan. Kijk, dat is wel vervelend. Dat het totale misgaan van El Amdoui, dat straalt dan wel af. Op de rest uit. Ja.